Dit is een mooi ding, hè? Dit is een reliekhouder. En in een reliekhouder hangen relieken. Reliquieën, zoals ze in het katholieke geloof zeggen. En die reliquieën die werden aanbeden. Reliquieën zijn eigenlijk stukjes die met heiligen te maken hebben. Bijvoorbeeld van hun kleed waar ze in gelopen hebben. Of zelfs van hun gemeente of iets dergelijks. Als ze er maar in aanraking zijn geweest. Ik heb hier een aantal reliquieën verzameld. Deze bijvoorbeeld die hierin zit is van de heilige Andreas. En hier is dat bewijs van echtheid. Dat kreeg je dan vanuit Rome. Er liggen hier nog een paar. Deze bijvoorbeeld is van Peerke Donders, die een lepra-kolonie heeft gesticht in Suriname en later door de paus heilig is verklaard. En deze, dat is een stukje van het kleed van de heilige Bernadette. U weet wel, die Maria in Lourdes heeft gezien. En dit is van de tweede kist van de heilige Sint-Therese. Daar heeft ze ingelegen. Maar de meest ontroerende is misschien nog wel deze. Zelf gemaakt. Deze is van een zakdoek van Titus Brandsma. De heilige Titus Brandsma. Die in Dachau in 1942 door de Duitsers is vermoord. Ik bewaar ook objecten die van mijn vader en moeder zijn geweest. Maar dat zijn geen reliquieën. Want mijn vader en moeder die waren echt verre van heilig.